Wat we vandaag nu eerst gaan doen is luisteren naar Christine Bok. En zoals zij zichzelf omschrijft, het is een mondvol, zeg ik dan maar het is wel echt een geweldige omschrijving. Dat is creative initiator van innovaties van veilig en toegankelijk onderwijs van hoge kwaliteit. Een hartelijk applaus voor Christine. Dankjewel, Karin. Welkom allemaal. Wat is het toch fijn om op een congres te zijn en echt te voelen hoe bijzonder het is om elkaar weer te ontmoeten. Want ik voel het aan mezelf, hoe anders dat is dan achter een beeldscherm. En ik merk het ook aan andere mensen die hier zijn. Welkom en geniet van de ontmoeting. Karim zei het net al, dit is de 23e editie van de Onderwijsdagen van SURF. En in de afgelopen 23 jaar is er natuurlijk ongelooflijk veel gebeurd. Maar ik denk dat er nog nooit zoveel gebeurd is als in de afgelopen anderhalf jaar. En daar hebben we gisteren ook met elkaar op teruggekeken. We hebben het met elkaar gehad over de enorme inspanning die docenten, docentondersteuners, onderwijsadviseurs, ICT-afdelingen, noem het allemaal maar op, hebben geleverd om het onderwijs online doorgang te laten kunnen vinden. Nienke Bos noemde dat gisteren in haar bijdrage EHBO-onderwijs. Niet het onderwijs wat nou precies onze ambitie is. Maar die grootschalige ervaring met EHBO-onderwijs heeft er wel voor gezorgd dat we nu met elkaar nadenken, hoe kunnen we nou eigenlijk op een doordachte manier digitalisering echt gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? En dat we met elkaar nadenken over de vraag die Jette Raanits gisteren ook stelde. Hoe kunnen we de positieve dingen uit deze crisis nou benutten om echt vooruitgang te boeken in het onderwijs? Derek Lobach heeft gisteren de transitieagenda gepresenteerd. En die transitieagenda die biedt toekomstbeelden voor het onderwijs. En transitie is nodig omdat historisch ontstaande structuren kunnen gaan knellen en in de weg kunnen gaan zitten. En kunnen zorgen voor problemen, zoals dat nu ook is. Het zorgt voor werkdruk, studiestress, een grote kloof tussen laag en hoogopgeleiden. En transitie is nodig om daar een oplossing voor te bedenken. Om die vorm te geven. En actie is nodig. Dat is gisteren ook naar voren gekomen in de paneldiscussie die we hadden met Jan Haarhuis en Arthur Mol en Anke Visser. Tijd voor actie. Ik heb de afgelopen maanden met een heel aantal mensen nagedacht over hoe die actie eruit zou kunnen zien. Want SURF heeft samen met de MBO-raad, Vereniging Hogescholen en VSNU gewerkt aan een grote investeringsaanvraag. Die heet het Digitaliseringsimpuls Onderwijs. En ik ben wel benieuwd hoeveel mensen die hier zijn ook de afgelopen maanden hebben bijgedragen aan die aanvraag. Moet je eens kijken, dat zijn toch heel veel mensen. Die aanvraag hebben we afgelopen zondag, niet afgelopen zondag, maar die zondag daarvoor, ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Dat is een investeringsfonds van het kabinet. En in april horen we of we dat geld echt gaan krijgen. Die aanvraag die bestaat uit drie doelen. En eigenlijk zijn die doelen gisteren ook al in de bijdragen langsgekomen. Het eerste belangrijke doel is het benutten van digitalisering om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het tweede doel is het verhogen van de digitale vaardigheden van studenten en van docenten. En het derde doel is het vergroten van de wendbaarheid van het onderwijs. Om studenten meer flexibiliteit te bieden en ook om beter samen te werken met de arbeidsmarkt en met de samenleving. Nou, hoe gaan we dat nou doen? Nienke Bos zei gisteren ook hoe belangrijk het is dat je kennis opbouwt, dat je onderzoek doet naar wat nou wel en niet werkt, dat we daar inzicht in hebben met elkaar. Een van de belangrijke onderdelen die we in dat plan willen doen is het opbouwen van een nationale kennisinfrastructuur. En er zijn natuurlijk al heel veel onderdelen van een kennisinfrastructuur die we al hebben. We hebben al special interest groups. We hebben al onderzoeksgroepen zoals bijvoorbeeld het lectoraat van Nienke. Het NRO financiert en stimuleert onderwijsonderzoek. Er is al heel veel aanwezig. We hebben een vraagbaak online onderwijs. En in dat programma willen we nog een stap verder zetten. Daarin willen we nog meer investeren in onderzoek, wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek. En willen we ook investeren in het toegankelijk en toepasbaar maken van onderzoeksresultaten.
En willen we ervoor zorgen dat kennis en mensen nog beter met elkaar verbonden worden dan nu het geval is. Zodat we samen kunnen leren en samen kennis kunnen benutten. Gisteren mocht ik een van de onderwijs-awards uitreiken aan Menno Scheers. En hij kreeg die onderwijs-awards onder andere voor zijn inspanningen op het gebied van de hoger onderwijssectorarchitectuur. Dat is een toekomstbeeld van hoe nou de sector de eigen ICT-voorzieningen kan vormgeven. Op een veilige manier, met aandacht voor privacy en aandacht voor publieke waarden die we als sector belangrijk vinden. Zoals rechtvaardigheid, autonomie en menselijkheid. Een tweede belangrijk onderdeel wat we in het programma willen doen is het inrichten van een sectorale ICT-infrastructuur. Voor het mbo, het hbo en het wo. We hebben al onderdelen van zo'n infrastructuur. We werken bijvoorbeeld al aan EduSources voor het delen van leermaterialen. We werken aan EduBadges voor het uitgeven van badges. Maar we willen dat nog uitbreiden. Nog meer voorzieningen bieden voor studenten en docenten die ze nodig hebben om die kansen van digitalisering ook te kunnen benutten. Op een veilige manier. En het werk van Menno geeft in belangrijke mate richting aan de manier waarop we die ICT-infrastructuur gaan inrichten. En hoe komen we nou tot al die kennis en die voorzieningen? Het is heel belangrijk dat dat aansluit bij de wensen en de behoeften van de onderwijsinstellingen zelf. Jan Haarhuis benoemde dat gisteren ook al in zijn bijdrage. Hij zei het is belangrijk dat er bottom-up initiatieven ondersteund worden door top-down ondersteuning. Dat doen we in het versnellingsplan, doen we eigenlijk al zoiets. Er is ontzettend veel kennis al aanwezig en heel veel expertise in onze sector. Bij jullie en bij talloze collega's die vandaag hier niet zijn. En in het versnellingsplan vermeerderen we die kennis al door mensen te laten samenwerken in versnellingsteams. En in dat nieuwe plan willen we daar nog een schep bovenop doen. Daar willen we gaan samenwerken in transformatiehubs, waar we onderzoek, onderwijs en ook marktpartijen samenbrengen om oplossingen te bedenken voor ingewikkelde problemen, zoals Dirk Lobach die gisteren ook noemde in zijn transitieagenda. Maar ook voor ambities die we met elkaar hebben. Nou is het natuurlijk wel belangrijk dat die kennis en alles wat we ontwikkelen, dat ook terechtkomt bij de docenten. En gisteren hebben we het ook met elkaar over gehad, hoe bereik je nou mensen? Jan en Anke die twijfelen erover of het wel mogelijk is om iedereen te bereiken, maar we doen natuurlijk wel ons best om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En Nienke vertelde ook dat het echt heel belangrijk is dat, dat die kennis, dat je die niet zomaar, als het ergens anders werkt, in je eigen context kan implementeren. Dat het echt heel erg contextgebonden is, dat je dingen ook zelf moet doorleven. En hoe gaat het dan werken als je nationaal met zoveel instellingen samen voorzieningen gaat bieden? Hoe gaat dat dan ook echt werken in de eigen instellingen? We gaan in het programma instellingen de gelegenheid geven om Centers for Teaching and Learning in te richten. Of iets met een andere naam. En die Centers for Teaching and Learning die gaan de verbinding vormen tussen de eigen onderwijspraktijk in de eigen instellingen en de nationale voorzieningen en de kennis die we daar ontwikkelen. Instellingen krijgen de gelegenheid om dat op hun eigen manier in te vullen. We hebben veel geld aangevraagd, 600 miljoen euro voor 8 jaar. Hartstikke veel geld. En dat geld gaat natuurlijk helpen. Maar geld is niet het allerbelangrijkste. Wat het allerbelangrijkste is, is dat we met elkaar een agenda hebben gemaakt. Dat we hebben gezegd, we willen samenwerken. Want dit zijn uitdagingen die we alleen niet kunnen oplossen. Dat we een agenda hebben gemaakt waarin we gezegd hebben wat we willen doen, waarom we dat willen doen en hoe we dat willen doen. Want het begint met een plan. Denk nog maar eens terug aan 2017. 4 jaar geleden nog maar presenteerde SURF, Vereniging Hogescholen en VSNU, hier tijdens de onderwijsdagen, de versnellingsagenda. En kijk nu eens, nu is er een versnellingsplan. Dat bestaat. Hoeveel mensen, en datzelfde geldt overigens voor het programma Doorpakken op Digitalisering van de MBO-raad. Hoeveel mensen hier zijn betrokken bij ofwel Doorpakken op Digitalisering of het versnellingsplan? Moet je eens kijken wat na 4 jaar realiteit is geworden. Ik hoop dat over 4 jaar ook die grotere samenwerking die we beogen in het plan dat we hebben ingediend vorm krijgt. En dat het onderdeel geworden is van onze realiteit. En dat we samen met elkaar werken aan het nog beter kunnen benutten van de kansen van digitalisering. En gisteren mocht ik ook een onderwijzerwoord uitreiken aan Barend. En Barend zegt het gaat niet over digitalisering, maar het gaat over het gewoon goed onderwijs geven. In het plan noemen wij dat zelfs onderwijs van wereldklasse. Dat is de reden waarom we daaraan samen willen werken.
Vandaag gaan jullie heel veel voorbeelden zien van hoe je digitalisering kan benutten. Want er gebeurt nu natuurlijk al heel erg veel. Ik hoop dat jullie geïnspireerd raken door die voorbeelden die jullie zien. Dat jullie er met elkaar over praten, met je collega's over praten, met elkaar ervan leren. En daarmee al invulling geven aan wat we met elkaar beogen in het nieuwe plan. En mocht je geïnteresseerd zijn in wat er nou precies in dat plan staat, of daar nog wat meer over wil weten, weet me te vinden, schiet me aan. Ik ben straks ook nog beschikbaar in de stand op de onderwijsdagen. Geniet van vandaag en laat je inspireren.